nu het woord aan de heer Wilders namens de PVV-fractie. Mevrouw de voorzitter, het is 15 maart, oftewel half maart. En de premier had Nederland beloofd dat half maart het aantal asielzoekers van Turkije naar Europa naar de nul, rond de nul zou moeten zijn. Ja, voorzitter, dat is niet gebeurd. Alleen al afgelopen zaterdag 2.500 mensen van Turkije naar Griekenland. In de eerste twee maanden van dit jaar 137.000 mensen van Turkije naar Griekenland. 10 keer meer dan de eerste twee maanden van vorig jaar. En ook in Nederland de getallen niet naar nul. Meer dan 6.000, 2 keer zoveel de eerste twee maanden van dit jaar. Dus premier Rutte, mevrouw de voorzitter, heeft ook hier weer opnieuw zijn belofte gebroken. En de conclusie kan dan ook alleen maar zijn dat het enige dat richting nul gaat de geloofwaardigheid van deze minister-president is. Voorzitter, Nederland staat op het punt om een historische vergissing te maken. Ons land gaat in de uitverkoop. Dankzij onze premier die zich heeft laten piepelen en chanteren door de Turken. Nog nooit is een Nederlandse minister-president zo vernederd. Zo door de knieën gegaan voor een land dat bestuurd wordt door een despoot. Die kranten sluit. Die redacties van persbureaus vervangt. Die, zo konden we vandaag lezen, journalisten als terroristen wil behandelen. Dat is wat Erdogan doet. Hij intimideert, hij dreigt. Hij houdt zich ook aan geen enkele afspraak. 4 maanden geleden beloofde hij de illegale boottochten van migranten te stoppen in ruil voor 3 miljard euro en het visumvrij reizen in het najaar. Maar hij brak zijn woord. Hij deed helemaal niets. Hij stak een grote middelvinger op naar Europa. De boten met asielzoekers bleven gewoon komen. En hoe is het mogelijk, mevrouw de voorzitter, hoe is het mogelijk dat premier Rutte er nu opnieuw instinkt? En dat de Turken nu zelfs nog meer geld, nog sneller visumvrij reizen en nog sneller uitzicht op een lidmaatschap van de Europese Unie wordt geboden? Wat is dit voor een ultieme zwakheid en wat is dit voor een domheid? Voorzitter, waarom? Waarom nog een keer 3 miljard extra naar Turkije? De teller staat dan op 6 miljard. Zuur verdiend belastinggeld uit Europa. Ook honderden miljoenen daarvan uit Nederland. Hier, in ons eigen land, dreigen de pensioenen weer gekort te worden. Laten we de zorg sneuvelen voor ouderen. Maar het geld stroomt wel naar Turkije. En welke dwaas wil nu dat de Turken nog sneller zonder visum naar Europa kunnen reizen? Ik snap daar niks van. 80 miljoen Turken krijgen als onderdeel van deze deal al vanaf juni uitzicht op het visumvrij reizen naar Europa. Visumvrij Europa eindelijk bewaarheid. Zo jubelde de Turkse krant Sabah daags na de deal in grote chocoladeletters. En we weten dat we alleen al hier in Nederland 400.000 mensen hebben van Turkse afkomst die, en ik neem het ze niet eens kwalijk, allemaal wel hun familieleden hebben die ze graag hier naartoe willen laten komen. En die mensen kunnen dus ook zomaar blijven en de illegaliteit ingaan. En ik verzin dat niet. Het was de staatssecretaris van Justitie zelf die in een brief in 2014 aan de Tweede Kamer schreef en zei dat uit analyses van onder andere Frontex blijkt, al in 2014, dat steeds meer illegale vreemdelingen afkomstig zijn uit visumvrije landen. En over 3 maanden, hoppa, 80 miljoen visumvrije Turken erbij. Maar ook daarmee, mevrouw de voorzitter, houdt de waanzin nog niet op. Ook de onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie worden versneld. Hoe haal je het in je hoofd? In plaats van de deur definitief dicht te gooien voor het Noord-Korea aan de Bosporus, hebben ze zich al bijna de Europese Unie ingechanteerd. Wat een schande. En natuurlijk roepen ze bij de VVD dat het met het visumvrij reizen en de lidmaatschap van de Europese Unie zo'n vaart nog niet zal lopen. Dat willen ze toch eigenlijk allemaal niet. Of het gaat nog heel lang duren. Maar wie gelooft dat nog? De VVD heeft Nederland al zo vaak voorgelogen.
En de waarheid, mevrouw de voorzitter, de waarheid is dat dadelijk de handtekening van de VVD-leider, die zit daar, de premier van Nederland, gewoon onder dat historisch slechte akkoord komt te staan. Het akkoord dat ervoor zorgt dat Europa 6 miljoen armer is en miljoenen Turken rijker. Het is, voorzitter, bovendien een illusie te denken dat er geen asieleisers meer onze kant op zullen komen. Straks komen ze weer via Lampedusa of een andere route binnen. Of, dat verwacht ik eerlijk gezegd, de Turken veranderen weer van mening. Want ik voorspel u, en ik voorspel de minister-president, als Erdogan zijn zin niet krijgt, als Erdogan zich weer beledigd voelt door een kritisch mensenrechtenrapport, of door het later dan eind juni invoeren van de visumvrijstelling, hij de sluizen gewoon weer wagenwijd openzet. Mevrouw de voorzitter, Turkije is geen oplossing van het asielprobleem. Nederland snapt dat. Bijna driekwart van de Nederlanders verwerpt de deal met Turkije dan ook. En dat is volkomen terecht. Er is maar één oplossing voor de asielcrisis. En dat is dat we zelf onze verantwoordelijkheid nemen. Dat we niet afhankelijk zijn van Turkije, maar dat we onze eigen nationale grenzen sluiten. Geen enkele asielzoeker er meer in. Dat is het nationale actieplan van de PVV. En dat is, voorzitter, overigens ook de enige manier om ons land opnieuw veilig te maken en de terroristen tegen te houden. Op nauwelijks een uur rijden van de Nederlandse grens liggen de Brusselse wijken Molenbeek en Vorst. Ik heb het eerder de Gaza-strook van België genoemd. En daar lopen nu nog tientallen gevaarlijke jihadisten rond. Vanmiddag nog in het nieuws zien we dat de politie daar door terroristen beschoten wordt met kalasjnikovs. En die mensen, mevrouw de voorzitter, kunnen zomaar Nederland binnenrijden, zolang onze grenzen wagenwijd openstaan. Voorzitter, ik rond af. Wat zijn de feiten? Feit is dat onze nationale grenzen wagenwijd open blijven en dat asielzoekers dus gewoon kunnen blijven komen en ook terroristen gewoon Nederland binnen kunnen. Feit is dat premier Rutte met deze deal de totale capitulatie aan Turkije heeft getekend. Feit is dat in het torentje vanaf nu de heer Erdogan regeert en niet Mark Rutte. Een historische fout. Een historisch fout akkoord, meneer de minister-president. U maakt een historische fout. Dit akkoord mag er nooit komen. Ik zeg geen deal met de Turken. Gelukkig zijn er een ander aantal Europese landen die dreigen de deal de komende week te blokkeren. Laten we hopen, voorzitter, dat dat gebeurt. Onze eigen grenzen, die moeten dicht. Dank u wel.